If you ever been around and you'll hear us talking all that crazy shit like we do. Do you ever post your pics with no filter? Hashtag I woke up like this too. Kijken. Vandaag heb ik weer een quick and easy after school ideas video voor jullie. Thumbs up voor de hele slechte belichting. Het spijt me, het is laat. Alleen vanmorgen was, zal ik maar zeggen, mijn accu leeg. En toen moest ik hem opladen en toen moest ik weer weg. En toen was het gewoon allemaal een probleem. En ja, nu had het pas tijd om voor jullie te filmen. Mijn vorige video waren heel veel positieve reacties en werd er veel gevraagd om een nieuwe. Dus ik dacht, ik maak een nieuwe. In deze video heb ik 2 drankjes gemaakt en 2 snacks. De een is wat beter gelukt dan de ander, maar ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En ja, laten we beginnen. Laten we beginnen met de eerste snack en dat is deze Oreo Cheesecake in een mak. Hij is echt super lekker en best wel makkelijk te maken, dus ik laat jullie niet zien hoe ik dat doe. Ik begin met 2 à 3 eetlepels roomkaas. Ik gebruik gewoon deze zuivelspread van Albert Heijn, maar ik raad je aan om een iets lekkerdere te nemen. Dan neem ik ook 2 à 3 eetlepels sour cream. Volgens mij gebruikte ik er 2, maar ik weet niet helemaal meer zeker. En ik deed er ook een zakje vanillesuiker bij. Voor het precieze recept heb ik nog wel een link in de beschrijving staan. Ook deed ik een ei bij. Ik val een beetje, maar hè. Dit roerde ik dan allemaal gewoon lekker door elkaar. En het duurt best een tijdje totdat het helemaal goed door elkaar is geworden, maar dan moet je gewoon even wachten. En dan doe je er een aantal Oreo's bij. En ja, die maak je dan kapot en die gooi je er dan in. Ik deed er best wel veel in, maar dat maakt het gewoon lekkerder, vind ik. En natuurlijk snackte ik er zelf ook een. En dit is hoe het er dan ongeveer uitziet al voordat je hem in de magnetron doet. Dan doe je hem ongeveer in de magnetron voor 2 à 3 minuten. En gewoon totdat hij er goed uitziet. En dan is hij klaar, is vet lekker. Ik zal het recept ook nog wel even in de downbar zetten. Gaan we door met deze cookie dough bites. Deze had ik ook een keer in de vlog laten zien. En heel veel van jullie vroegen om jullie af hoe ik die maak. Dus dat laat ik jullie nu zien. Je begint met wat boter in een beslagkom te doen. Ja, ik weet echt niet precies hoeveel ik gebruik hierbij. Ik gooi het maar eigenlijk een beetje bij elkaar. Ik zal weer wel even het precieze recept in de beschrijving zetten. Maar ik hou me daar meestal niet zo aan. Ja, ik doe het gewoon een beetje bij elkaar totdat ik vind dat het een goede substantie heeft en het lekker smaakt. Nadat ik de boter en de suiker erin heb gedaan, vanillesuiker, suiker, dan mix ik het even door elkaar. Zo moet het er dan ongeveer uitzien en dan doe ik er melk bij. Ik doe er ook bloemei natuurlijk en ja, dit mix ik dan weer helemaal goed door. En natuurlijk vergeet ik niet om de beslaghaken af te likken. Dan neem ik wat chocoladehagelslag en dit mixte ik dan gewoon met het beslag. Je kunt eigenlijk ook beter chocolate chips gebruiken, maar die had ik niet. Hier maak je dan balletjes van en die doe je dan in je bakje. Gewoon een beetje dezelfde soort balletjes, niet te groot, want dan is het, ja, zijn het niet echt bites meer. En je doet dit gewoon totdat heel je beslag op is. Doe je dit in een magnetron voor een kwartiertje, want dat maakt het gewoon net iets wat lekkerder. En dan als je het eruit haalt, dan is dit echt zo lekker. Dit is echt mijn favoriet. Ik vind het echt vet lekker. Dit is zo lekker. Ik denk dat dit echt mijn favoriet is. Ik had echt nooit verwacht dat het zo lekker zou zijn. Holy shit. Dan gaan we door naar de pumpkin spice latte. Deze is geïnspireerd op die van Starbucks. Dat is echt mijn favoriet. Oké, jongens. Het moment van de waarheid. Ik ga nu de pompoenpaté erin doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het ruikt heel erg naar ui. Dus ik weet niet echt of het heel lekker gaat worden. Maar we gaan het zien. Nadat ik de beker ongeveer half vol met melk had gedaan, doe ik er een lepel pompoenpaté bij. En dit roer ik gewoon even goed door. Dan pak ik de speculaaskruiden of koekkruiden en deze heb ik van de Albert Heijn en dit doe ik er ook bij. Dan doe ik er een laagje magnetronfolie overheen en maak ik hier wat gaatjes in met een vork. Ik gebruikte hier een mes, want mijn vork was weg. Dan doe ik dit in de magnetron voor ongeveer een minuutje. Het moet gewoon lekker warm worden en tegelijkertijd ging ik dan een kopje koffie zetten. En dat deed ik er nu bij nadat het warm was geworden.
Nou jongens, het moment van de waarheid. Ik ben echt benieuwd. Sorry, maar dit is echt heel ranzig. Zo, dat smaakt echt niet goed. Nou ja, ik denk toch dat die pompoenzalving niet zo'n goed idee was, want het smaakt niet zo goed eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Dan ga ik door met de caramel hot chocolate. Deze is zo lekker. Ik doe wat melk in een mok. En daarbij doe ik wat caramel dessert saus. Je kunt ook siroop nemen, maar die had ik niet. En dit roer ik dan door elkaar. Dit doe je dan in de magnetron, zodat het warm wordt. En dan doe je er een zakje warm chocolademelk bij. Die heb ik van de Action. Dit roer je door. En ja, ik mors een heel klein beetje. En dan is het klaar. Het is weer proeftijd. En ik denk dat deze wel goed is gelukt. Het is echt lekker. Oh mijn god. Het is wel erg zoet, maar ik vind het wel erg lekker. Dus. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als je een van deze